In het UNASAT-gebouw heeft op vrijdag 19 november het strooksymposium plaatsgevonden. Het doel van deze activiteit was om awareness op gang te brengen onder de eerste lijn zorgverleners, in deze de huisartsen. Deze groep is bijgescherpt in het herkennen van een beroerte, het behandelen en doorverwijzen van de zorgvrager. De opening werd verricht door minister Amar Ramadien van Volksgezondheid. De communicatiedienst Suriname sprak neuroloog Barisha Kundang. Vanaf vanochtend hebben wij hier een mini-strooksymposium georganiseerd. Dat is een initiatief geweest van de SPAGOS in samenwerking met de vakgroep neurologie. En de reden voor dit symposium, het mini-strooksymposium, is eigenlijk om de awareness voor strook. En strook staat in de volksmond bekend als een beroerte. Mensen die zich presenteren met verlammingsverschijnselen, moeite hebben met praten, om de awareness te bevorderen. En dat hebben we geprobeerd te doen voor voornamelijk nu de eerste lijn, omdat zij de mensen zijn die het meest in contact komen met de mensen of het volk. En zij kunnen dan hetgeen wat wij hier zo hebben gepresenteerd als educatie weer teruggeven aan de mensen die zij gewoon bij hun op de poli krijgen. Waarbij de nadruk is gelegd op het vroegtijdig herkennen van de symptomen, de klachten die mensen kunnen krijgen als ze een beroerte krijgen. En tegelijkertijd het snel herkennen, het tijdig herkennen van de symptomen van een beroerte moet erin resulteren dat er zo snel mogelijk optimale en adequate strookzorg of behandeling gegeven kan worden aan patiënten die een beroerte hebben gehad. De eerste lijn, dat zijn de huisartsen. Dus het gros van de deelnemers hier, we hebben 155 deelnemers hier zo gehad, of ietsje meer. Dat zijn dus voornamelijk de huisartsen en dat was eigenlijk ook onze doelgroep. Bij een beroerte is het belangrijk dat er snel gehandeld wordt en je kan pas snel handelen als je het vroegtijdig herkent. Het is de bedoeling dat we het natuurlijk gaan uitbreiden naar de rest van de samenleving, maar we moeten eerst de huisartsen allereerst de educatie geven van hoe kun je het snel herkennen, ze weten het al, maar een soort opfrisser, hoe kun je het snel herkennen? En als je het snel herkent, de afgelopen 5 jaren zijn er heel wat ontwikkelingen geweest in de acute zorg, of acute behandeling, laat me het zo zeggen, bij strookpatiënten. En we hebben daar dus vandaag informatie over verschaft. Nou, hetgeen wij hier vertellen, we zijn al... Kijk, beroertes zijn er altijd al geweest, maar de afgelopen 5 jaren hebben wij nieuwe mogelijkheden, behandelingsmogelijkheden, wat wij noemen thrombolyse, dat we snel in het bloed een sterke bloedverdunner kunnen inspuiten, waardoor de schade aan de hersenen beperkt blijft. Want wat gebeurt er bij een beroerte? In 80% van de gevallen gaat het om een herseninfarct. Dat wil zeggen een bloedvat in de hersen dat verstopt raakt. En in 20% van de gevallen gaat het om een scheur in een bloedvat, waardoor je dus een hersenbloeding krijgt. In beide gevallen treedt er beschadiging op van de hersenen. En wat wil je proberen te doen, is de beschadiging te beperken. En bij 80% van de mensen is er sprake dus van een herseninfarct, waarbij er een bloedpropje of een bloedstolsel gaat vastzitten aan een bloedvat in de hersenen. En door snel te handelen, die mensen snel mogelijk te brengen naar de spoedeisende hulp, kun je dus ervoor zorgen dat de schade aan de hersenen beperkt blijft. En op de spoedeisende hulp is dit al jaren terug is dat doorgenomen. Dus spoedeisende hulpartsen, maar ook de mensen die bij de balie zitten, de verpleegkundigen, die weten van dat als iemand zich presenteert met symptomen, met klachten van een beroerte, dat die persoon zo snel mogelijk en wel binnen een half uur en soms zelfs binnen een kwartier gezien moet worden door een spoedeisende hulparts of direct doorgestuurd moet worden naar binnen, zodat er direct adequate en optimale behandeling en zorg gegeven kan worden. De nazorg is inderdaad belangrijk. Sowieso, er zijn 2 delen bij patiënten die een beroerte hebben gehad. Als ze een herseninfarct hebben gehad, proberen wij de schade beperkt te houden. Als ze snel zijn, dat we een sterke bloedverdunner inspuiten in het bloed, waardoor de hersenschade beperkt blijft. Maar in een deel van de gevallen kan dat niet adequaat of goed bewerkstelligd worden en blijven mensen dus inderdaad wat blijvende klachten behouden, zoals verlammingsverschijnselen, nog wat moeite met praten. Dus daar is het dus ontzettend belangrijk dat die mensen gaan revalideren, maar dat er ook goede zorg is.
thuiszorg, mantelzorg. En soms zijn mensen ernstig geïnvalideerd omdat ze bijvoorbeeld te laat komen. Ze hebben een heel grote bloeding of een heel groot herseninfarct. Dus er is veel hersenbeschadiging. Waarbij ze toch grotendeels geïnvalideerd zijn. Hun bed niet uit kunnen komen. Gevoed moeten worden. En voor die mensen is het dus belangrijk dat er goede en adequate nazorg is. Thuiszorg. En ja, daar schort het nog een beetje aan, omdat je niet optimale, of althans je hebt niet voldoende thuiszorginstellingen, of als die er zijn, moet er veel betaald worden. Belangrijk ook bij de nazorg is revalidatie, middels fysiotherapie, ergotherapie, logopedie. Dat zijn mensen die ervoor zorgen dat die arm, die been weer gaat bewegen, mensen weer op de been komen, zodat ze weer terug kunnen in de productiesector, dat ze weer kunnen praten. Maar een nadeel is dat de logopedie, de ergotherapie en de fysiotherapie niet volledig gedekt worden door bepaalde verzekeringen. En dat is dus inderdaad een minpunt, omdat wij als neurologen vaker op de poli horen dat mensen dus niet zijn gegaan voor polyklinische revalidatie. En de beperkende factor is inderdaad een tekort aan financiën. Mensen kunnen niet nog extra 150 of 200 SRD betalen met nog een taxi om naar een fysiotherapeut te gaan. Dus ik denk dat dit op een hoger niveau en samen met de verzekeringsmaatschappij, maar ook met de autoriteiten besproken moet worden, dat naar dat stukje gekeken moet worden, dat we toch nog die zorg, die optimale zorg, na zo'n beroerte kunnen geven aan de patiënten die een beroerte hebben gehad. Ik denk het eerste en het allerbelangrijkste is om precies zoals wanneer de patiënten bij ons als specialist komen, bij de neuroloog of geldt ook voor elke andere medisch specialist, dat ze met een garantiebrief kunnen gaan, waarbij dus in principe de kosten gedekt worden door de verzekeringsmaatschappij. Maakt niet uit welke verzekering u heeft, de basiszorgverzekering, dat die dus in ieder geval ook de paramedische zorg, de logopedist, de ergotherapeut en de fysiotherapeut, dat allemaal ook bekostigd wordt. En dat in ieder geval elke verzekeringsmaatschappij garant staat van luister, we kunnen die zorg inderdaad ook betalen. En je kunt met een garantiebrief of je gaat en als je declareert bij ons dat het volledig gerestitueerd wordt. Nu is het zo dat mensen uit hun eigen zak moeten betalen of dat niet alles betaald moet worden, niet betaald kan worden en dat ze een deel toch uit eigen zak moeten betalen. En dat is soms te veel ook voor de patiënten. Dus inderdaad, de meest makkelijkste is dat gewoon de verzekeringsmaatschappijen zich eraan committeren dat ook de fysiotherapie, logopedie en ergotherapie, de paramedische beroepen, dat die ook inderdaad volledig gedekt worden. Ja, de behandeling. Ja, zeker. Ik was inderdaad aangenaam verrast om te zien dat we dat het symposium uitverkocht is en dat tot gisteravond nog mensen de organisatie hebben gecontact, kan ik nog alsnog me aanmelden. Dus dat is zeker succesvol. We willen natuurlijk een veel grotere groep bereiken, maar dit is eigenlijk een eerste stap. Dit is een eerste stap in de richting om de awareness in Suriname te bevorderen. Strook-awareness te bevorderen, welke moet resulteren in een veel betere en optimale en adequate acute strookbehandeling. Dat was eigenlijk het doel van dit symposium.